Jacco van Hof, wat was het eerste wat jij u dacht toen u dit hoorde? Ja, daar gaan we weer. Daar gaan we weer. Daar gaan we weer, ja. Het nadeel is dat je inmiddels eigenlijk bijna wel weet... niet alleen wat er gebeurt, maar vervolgens ook wat de gevolgen zullen zijn... en wat je te horen krijgt van de ondernemers. Dus ja, het was echt... hier gaan we weer, déjà vu. Ik zag dit gisteren bij een vandaag, ik weet niet of je dat gezien hebt, kijk even mee. Dit zijn beelden van een getroffen horeca-ondernemer. Ach. Ja, wij hadden het helemaal volgepland, eerste en tweede kerstdag. En ingekocht, hier alles versierd, ja, dat kan allemaal weer eraf. En we moeten maar kijken hoe we het met kerst gaan doen. Krijgen jullie nou steun bijvoorbeeld? Nee, wij krijgen geen steun. Zij kijken namelijk naar een referente periode. En in die periode is er geen omzet gedraaid, want wij waren nog aan het verbouwen. Wij zijn 2 jaar lang aan het verbouwen geweest. Dus je krijgt helemaal niks? We krijgen helemaal niks. We hebben het personeel net weer op orde en... ja, het is gewoon echt een probleem. Maar ga je het dan wel redden? Mijn partner is net naar huis gegaan, want die trekt het allemaal even niet meer. Nee? Nee. Dus ja, we moeten roeien met de riemen die we hebben, maar ja, het houdt wel een keer op. Ja, dat is heel heftig. Ja. Je glimlacht er nog een beetje bij, maar nee. Ik weet ook niet zo goed wat ik moet zeggen, want... Nee, dat snap ik. Want het is, weet je, dit hangt als een donkere wolk boven jullie. Boven eigenlijk iedere ondernemer die we vandaag ook weer gesproken hebben. Ja. En je maakt er het beste van, want dat zie ik wel aan je. Weet je, je probeert nog mensen thuis bezorgen, dat soort zaken. Ja, je probeert alles uit de kast te halen, maar op een gegeven moment houdt het wel op. Ja. Ja, het zegt alles. Ja, wat zeg je tegen zo iemand? Ja, wat kun je zeggen? Kijk, in alle rollen die we allemaal hebben... is het mijn rol vanuit de economie en voor deze ondernemers... om ervoor te zorgen dat ze zo min mogelijk zorgen hebben over de financiën. Mm-hmm. Hè? Maar dat neem ik niet weg, want dit is gewoon mentaal. Ja, de financiën is één ding. Maar... geld is maar geld. En natuurlijk is dat voor veel ondernemers de basis waarop ze hun bedrijf kunnen laten draaien. En misschien gaan we het er nog over hebben, maar... Zeker. Maar mentaal, hè, dus, want die ondernemer, dit meisje heeft ook gewoon ouders en ziet ook wel risico's, heeft misschien wel kindjes en worstelt ook met school. Je bent niet alleen maar ondernemer, het komt allemaal bij elkaar en dan krijg je dit er nog bij. Ik ben gisteren zelf, ik kom uit Zwolle, ik maak op zaterdag altijd zo'n rondje om gewoon eens even de temperatuur van het badwater op te halen. En? Ja, dit. Gewoon dit. Ja, het snijdt je echt door je ziel. Ik hoor u ook instemmend knikken, meneer Wiegel. Nou ja, het is natuurlijk een enorme onzekerheid op dit ogenblik. U hebt daar ook gisteren ook nog wat over gezegd. En daar was ik het ook helemaal mee eens. En als je ziet waar mensen nu mee zitten. Bijvoorbeeld mensen die... ik geloof dat ik iemand sprak, die heeft een boekwinkel. Ja. Alle boeken aangeschaft om natuurlijk met kerstmis te gaan precies, verkopen. Precies, mooie etalages gemaakt. Alles, en die tenten moeten dicht. Nou, het is gewoon rampzalig. Dus dat is het eerste grote probleem. En het tweede grote probleem is natuurlijk dat onderzoek, dat zoek en die problematiek die we nu hebben, dat is eigenlijk veel groter tot nu toe dan het eerder was. Dat weet nu iedereen. Iedereen ziet het ook, dat die cijfers die er zijn en die gegevens die er zijn. Dus ik denk dat we een hele zorgelijke tijd meemaken. 17 november hebben wij de deuren geopend. En was van korte duur. Ja. En hebben jullie nou recht op steun straks? Nee, we hebben geen recht op steun. Nee, wij komen nergens voor in aanmerking. Nee. Helemaal niks? Helemaal niks. Nee. Hoe kan dat dan? Want ze zeggen allemaal dat ze zo ruimhartig zijn bij de regering. Ja, dat klopt. Ja, maar als je net start als ondernemer, dan doe je daar niet aan mee. Dus wat ik tot nu toe heb kunnen vinden, is dat ik nergens voor in aanmerking kom. Nee. Maar gaan jullie het dan wel redden? We gaan ons best doen.
Ik wilde met Jacke Vonhoff nog naar dat mentale aspect. Ik kreeg gisteren een folder, tenminste niet ik, mijn vrouw, in de bus van een mooie modewinkel. Die zeggen, we kunnen nog jongens, 29 december, de koffie en de champagne staan klaar, we hebben uitverkoop. Ik hoor vanochtend op de radio een spotje voor, kom kijken in de Nieuwe Kerk naar een mooie tentoonstelling die we hebben. Je weet van horeca vrienden dat ze de hele zaak vol hebben liggen met dingen die ze in hebben gekocht voor de kerst. Ja. Mentaal is het toch ook gewoon op een gegeven moment niet meer te doen? Nee, dat is ook het grote probleem wat erbij komt. Hè? Dus het is zorgen over je continuïteit, over word ik wel voldoende gecompenseerd zometeen? Nogmaals, er valt ook nog van alles over te zeggen, maar daarnaast ook, kan ik überhaupt wel weer open? Wanneer dan? Want iedereen weet al lang, er wordt nu 14 januari gezegd, nou ja. Ik ga er niet vanuit dat Omicron 14 januari in zijn agenda heeft staan om weg te gaan. Dus ze snappen al wel, dit wordt waarschijnlijk nog wel 1 of 2 keer doorgezet. Welk perspectief heb ik nog? Is dit voor veel ondernemers de definitieve klap? Ja, dat weet ik niet. Sorry dat ik je onderbreek, maar we hebben hier zo vaak gezegd, ondernemers zijn ondernemend, die zijn veerkrachtig, die kunnen nog een keer, maar er komt een moment. Iedereen heeft natuurlijk zo'n moment dat die breekt. En je hoort nu ook, je ziet ook heel veel ondernemers aankondigen, ik ga stoppen. Iets wat natuurlijk in Nederland ook bijna onmogelijk is. Hè? Want er zijn wel mensen, zelfs binnen de kabinetsploeg, die zeggen, ja, we moeten met z'n allen ons aanpassen aan die nieuwe werkelijkheid. Hè? Ik denk dat Mark misschien straks wel gaat zeggen dat misschien duurt het nog wel 5 jaar. En dan niet meer zo heftig misschien. Maar we moeten leren. En dat kan betekenen dat sommige bedrijven misschien niet meer kunnen bestaan. En dan zeg ik, ja, dat kan. En stel dat je tot dat inzicht komt. Maar je kan niet stoppen. Want je hebt een huurovereenkomst met je huurbaas. Je hebt mensen in dienst die je een transitievergoeding moet betalen. Je hebt schulden gemaakt in die eerste periode. Die moet je terugbetalen, of je nou wil of niet. Dus je zit te kijken in een diep zwart gat als het gaat om je mogelijkheden. En je hebt het maar gewoon te slikken. Je wordt vanochtend wakker en je kan niet naar je bedrijf. Ja, om nog 1 keer schoon te maken en de koelkast leeg te maken. Ik zag gisteren een ondernemer met een kroeg in Zwolle. En die zei, dat heb jij ook gezien, die zei van ja, ik mijn kroeg verkopen. Ja, en aan wie dan? Maat. En dan natuurlijk horeca, detailhandels, dat zien we allemaal direct. Maar wat te denken van die sportschoolhouder? Wat te denken van al die leveranciers aan die bedrijven? Het gaat voor grote delen van de economie prima. Dat ga ik ook niet ontkennen. Maar het is wel heel bijzonder dat bepaalde groepen in dat ondernemerslandschap het nu iedere keer weer voor de kiezer krijgen. Ja, ik denk inderdaad dat mensen af en toe best wel de overweging hebben van, joh, is dit voor mij nog wel te doen? Heb ik hier nog zin in? Maar hebben geen keus. En dat is ook mijn appel aan de overheid. Dat doen we al een hele tijd. Zorg er dan voor. Als je echt vindt dat het... En waarschijnlijk kunnen we hier allemaal niks aan doen. En mm-hmm. Die analyse komt nog. Mm-hmm. Wat we wel zouden kunnen doen of hadden kunnen doen. Maar stel nou, dit is waar we nu zijn. Dit is het gegeven. Zorg dan dat die mensen een plan kunnen maken, net zo goed als we allemaal plannen moeten maken, een plan kunnen maken om te stoppen zonder dat ze de rest van hun leven in de schuldsanering terechtkomen. Jacco, ik ken jou inmiddels redelijk goed, want we hebben best vaak contact gehad hier. Jij klinkt ook moedelozer dan je in het verleden geweest bent. Want je was altijd heel optimistisch. Ja, maar ik ben zelf ondernemer, dus ik ben gewoon dwangmatig optimistisch. Maar die glazen moeten wel gewassen worden. Dat is maar heel veel gaat door. Hè? Dus laten we ook elkaar niet de put in praten. Er gaat heel veel, kan gewoon. Maar de groep waar het nu moeilijk voor is, is iedere keer dezelfde groep. En daar moeten we echt iets mee. Mm. En ben ik moedeloos? Nee, het is gewoon de klap van gisteren. Je zit hier, je krijgt mijn e-mail, alle berichtenboxen lopen vol met ondernemers die mij proberen duidelijk te maken van, goh joh, Jacco, doe iets. Tot en met sla met je vuist op tafel. En dat probeer je allemaal ook te verwerken. Maar dat doe je niet, je slaat niet met je vuist op tafel. Jawel, maar dat doe ik binnen kamers, omdat ik vind dat ik aan tafel moet blijven zitten met de politiek. Ja. Om er het best mogelijke uit te halen. Kijk, het is zo makkelijk om te roepen, ze zijn allemaal knettergek en we komen in opstand. Mm-hmm. En dan loop ik 1 keer van tafel. 1 keer. En dan zit ik er niet meer. Terwijl ik nu juist wil praten over, hoe gaan we met voorraadvergoedingen om? Hoe gaan we om met die regelingen die eigenlijk nu niet werken, omdat de kwartaalperiode eigenlijk net te lang is en die laatste 2 weken en niet voor zorgen dat mensen in een regeling. De mensen zelfstandigen, die eigenlijk helemaal buiten alle regels pissen. Het is aan mij, niet aan mij persoonlijk, maar natuurlijk met de mensen die dit allemaal met mij doen,
om aan die tafel die verhalen te vertellen. En als ik er vanaf loop, ja, is het stil. Ik kom zo nog wel op die compensatieregelingen terug. Ja, de winkeliers die voelen zich echt overvallen. Die hadden dit absoluut niet zien aankomen. Een van hen, Gerrit-Jan Faber, hier in deze prachtige winkel, familiebedrijf. Hè. De derde lockdown inmiddels. Gaan jullie het redden? Nou, het is emotioneel en geestelijk. Het is is verschrikkelijk zwaar en financieel. Het is zo'n enorme aderlating. Dit is, ik weet niet waar dit gaat eindigen. Nee? Ik weet niet hoe lang het duurt, dus ik weet ook niet hoe dit weer dit nog gaat eindigen. Dat je weet het niet. Ik weet het niet meer. Nee, want ze zeggen nu tot 10 januari. Ja, maar ze zeggen altijd tot 10, 14 januari. En uiteindelijk zit je gewoon 3 maanden, 4 maanden. Zullen we hier in deze lockdown zitten waarschijnlijk. Ja, want je voelt je echt overvallen. Ja, afgelopen dinsdag wordt er tegen je gezegd. Bij jullie in de branche, in de retail, 0,7% van alle besmettingen komen daar vandaan. En jullie mogen door tot 14 januari. En dan mag je waarschijnlijk gewoon weer verder. En 3 dagen later moet je dicht. Het ja. Dit is niet te begrijpen. En dan echt toch niet. Komt er click and collect, dus je bent gered, zou je zeggen. Nou, click and collect, dat is achter een bureautafel ontwikkeld. En dat is zonder enige vorm van intelligentie is dit bedacht. Gaat het niet worden? Dat gaat niet worden. Dat nou. Er zijn zoveel intelligente mogelijkheden dat we veilig open kunnen. Zonder dat hier besmettingen plaatsvinden. Wij hebben 0 besmettingen binnen ons bedrijf gehad de afgelopen 2 jaar. Nou, duidelijk. Dank voor deze reactie. En tot zover hier vanuit Leeuwarden. Ja, kijk, volgens mij is het... ik ga de mensen die niet in geloven niet overtuigen. Maar als je gelooft dat dat vaccin ons helpt en dat die booster ons helpt. Dan gaat het dus maar om 1 ding. Dat is die prik in die arm gaat. En hoe je hem administreert... En in welke volgorde je mensen oproept, of je nou wel of niet hebt gebeld, zet nou gewoon 24 uur per dag die straten open. En laat iedereen die dat wil, die prik halen. Want mevrouw en ik zaten gisteravond tegen elkaar, is het 3 uur s'nachts, joh. Ja, wat, stap op de fiets, gaan we hem halen. Ik wou net zeggen, en natuurlijk geeft ook dat druk, en ik snap ook wel beschikbaarheid, maar ik hoor zoveel verhalen van jonge mensen die eerder wel geprikt hebben, inmiddels uitgeschreven zijn, en zichzelf nu opnieuw moeten aanmelden, onvindbaar zijn in de systemen die we vanwege privacy waarschijnlijk hebben moeten wissen. Maar het is een gekkenhuis, maar ga nou gewoon aan de slag. En vergeet nou voor 1 keer dat wij in Nederland altijd alles eerst helemaal goed willen doen. Ja. En administratief en juist en correct. Want we hebben een veel groter probleem. En het probleem is, die spuit moet in die arm. En als die erin zit en je hebt nog niet meteen een stikkertje of iets, dan regelen we het dan wel. Maar die spuit zit er wel in, dus je wordt niet ziek. Meneer Wiegel, het vertrouwen in de overheid, Mark Rutte gaf dat zelf natuurlijk ook toe, holt schrikbarend achteruit. Onder andere, denk ik, door dit soort dingen. Hele redelijke mensen zien het niet meer zitten. Wat vindt u daarvan? Ik denk dat u gelijk hebt, maar wat ik belangrijker vind, is dat iedereen nu wel precies weet hoe serieus en hoe gevaarlijk de situatie is. Mm-hmm. Dat betekent dat het ook zo kan zijn dat daardoor iedereen nu kan zeggen, nu moeten we ons daarop richten om zo goed mogelijk die gevolgen van datgene wat gebeurd is, om die aan te pakken. En daar heeft dan toch ook de politiek heeft daar een hele grote rol in. Misschien wel is die rol nu veel groter dan in wat voor situatie dan ook. Want de regering kan wel wat doen. Hè? Dus dat betekent ook, neemt u maar alleen al het onderwerp dat mensen die hun zaak hebben en die zien dat we zijn failliet. Hoe moeten we verder? Dat betekent dus dat degene die met dat probleem hebben, die dat zo doorvertellen aan de politiek, dat die politiek de actie moet nemen om te zeggen, wij zijn bereid als regering en als parlement, het liefste in gezamenlijkheid, om datgene te doen wat alles kan om de mensen die de slachtoffers zijn, om ze te helpen. Om die te helpen. Daar moeten we ons op richten. Ja, ja. Nee, en ik zou het heel erg verstandig vinden als er wat dat betreft de politiek heeft dit niet goed gedaan, die heeft niet goed gedaan, die heeft het wat anders moeten zeggen. Daar schieten we allemaal geen bal mee op. Met de situatie die we nu hebben. Dus nu we proberen er gezamenlijk uit te komen. Zijn de huidige steunmaatregelen voldoende of moet er meer bij als je het hebt over voorraad, voorzieningen, et cetera, et cetera? Nou, het moet
op onderdelen meer. Hè. Vooral ook als het gaat om het ritme waarin die steun komt. Hè. Ik gaf al aan, als je de laatste 2 weken, de beste 2 weken van je jaar, dicht moet. Maar je hebt de rest van het kwartaal goed gedraaid, kwalificeer je niet. Dat zou echt onbestaanbaar zijn. Dus dat moet gewoon naar 100%. Al genoemd, er zijn ook groepen die nog steeds buiten de regelingen vallen, maar die inmiddels gewoon zo kwetsbaar zijn geworden dat je... Dan moet je dat hele administratieve proces maar of ruimer definiëren of maar mee stoppen. Ja. Het punt is, er is geld zat. Dat hebben we gezien, ja. En, gaan we het zo ook nog over... Ja. Maar weet je, meneer Wiegel en ik hadden het voor de uitzending erover. Kijk, ik heb dat regeerakkoord of dat coalitieakkoord gelezen. Daar staan veel goede dingen in. Ook voor MKB'ers, ook als het gaat om schulden, worden veel dingen geadresseerd. Maar nogmaals, dat moet eerst van de kant. Maar er staat 85 miljard voor onze toekomst. En daar geloof ik in. Hè. We willen klimaat, we willen digitaal, we willen de arbeidsmarkt, we willen stikstof, we willen wonen. Allemaal waar. Maar als er zoveel geld is voor 2030, laten we dan zorgen dat die ondernemers nou in ieder geval de eerste stap naar 2030 kunnen maken. Dat is volgend jaar. Ja. En we hebben er niks aan als we straks allemaal ondernemers hebben die kapot zijn, financieel kapot, mentaal kapot, met alle gevolgen van dien. Want het gaat over werkgelegenheid, ook ondernemers hebben kinderen. Dit is veel groter dan alleen dat bedrijf. Het gaat over de context. Zorg er nou voor dat je daar de rust terugkrijgt. En die rust, nogmaals, financiën is niet alles. Maar het geeft wel rust als je in ieder geval zeker weet dat je niet kapot gaat. Dat is volgens mij wat er nu moet gebeuren. En wat je er straks voor 10 jaar inzet, want dat is natuurlijk de grootste angst voor mensen. Hè? Dat ze misschien het niet redden en dan met een grote schuldenproblematiek zitten. En het grootste probleem vind ik nu wel de moeheid van dit kabinet. Weet je? Ze draaien eigenlijk al 2 jaar lang met dezelfde mensen onder hoogspanning. Ja, heb je dan nog wel rust en ruimte ook naar die lange termijn te kijken als we ermee moeten leren leven? Dus dat zou ik het nieuwe kabinet vooral gunnen. Politiek gaan we zo doen. Hoe ziet dat dan voor dat bedrijfsleven eruit? Want als je elke winter met dit soort maatregelen te maken krijgt, de diepe zakken van Wopke Hoekstra waar deze crisis mee begon, die zijn een keer leeg natuurlijk. Ja, en toch is het ongelooflijk belangrijk dat er zo'n plan komt. Hè. Wij vragen er eigenlijk al een jaar aan. Vragen wij erom, bereid je nou voor? Je weet dat corona blijft, dus je weet dat het elke winter pieken gaat geven. Bereid je er nou op voor? Als het gaat over natuurlijk inderdaad boosteren, de capaciteit van de zorg, testen, niet te vergeten. Zometeen ook die coronapillen die eraan komen. Dat we gewoon zorgen dat die gewoon er snel zijn, dat die inzetbaar zijn. Ook inderdaad, ja, waar kun je op rekenen? Dus maak nou gewoon een plan. En dat vinden eigenlijk ook bedrijven en ondernemers nog belangrijker. Vooral voor volgende winter, dat we dan niet weer erin zitten. En wat er zou moeten veranderen ook, is we moeten veel meer gaan redeneren. En ik denk dat de landen die het beter doen dan wij ook zo redeneren. Vanuit de mindset, hoe blijven we open? Ja, dus beeld is ook al van, we grijpen vrij makkelijk naar het lockdownmechanisme. En je kunt dat natuurlijk nooit uitsluiten als er volgend jaar, stel je hebt de zorg behoorlijk opgeschaald, we zijn allemaal geboosterd, et cetera. Het kan tegen nog steeds maar welke landen doen het beter dan? Want u zegt, landen als Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Israël. En ja, dus het kan nog steeds zo zijn dat er een variant komt waar je denkt, nou moeten we toch een lockdown. Ja. Maar als je begint met nadenken vanuit, ik wil niet dicht, dan ga je ook veel meer uit de kast halen om je voor te bereiden en te zorgen dat er zo'n plan is. Dat moet nu echt gebeuren. Mensen zijn het zo zat. Nou ja, Barbara, jij bent ondernemer en je kent Israël goed. Ja. Ja, nou ja, goed, daar zijn ze natuurlijk al heel vroeg begonnen met boosteren. Want ik geloof dat toen wij onze eerste prik kregen, was mijn familie in Israël al geboosterd. Maar we moeten ook niet vergissen, Israël is ook lang dicht geweest hè, voor toerisme. Dus intern kon heel veel, binnenlands kon veel doorgaan. Maar voor toeristen, waar ze natuurlijk ook heel erg van leven, is het natuurlijk de hele zomer dicht geweest. Ze zijn even open geweest en nu ook weer dicht. Maar er is inderdaad het openbare leven nu in Israël, ja, dat is zo goed als open, omdat bijna iedereen al lang geboosterd is. Ja. Ja. Maar goed, we zitten nu in een lockdown. En dat betekent dat alles en iedereen weer een maand, op zijn minst een maand, dicht is. Ja, zeker. Nou zijn er steunpakketten. Ja. En inmiddels is er al bijna 90 miljard aan steun uitgekeerd. Wat wilt u dat het kabinet nu doet voor de ondernemers die de deuren hebben moeten sluiten? Nou, gelukkig hebben we af kunnen spreken met het kabinet dat het steunpakket ook in wat er al is weer, hè, dat ook de heel kwartaal 1 wordt doorgetrokken. Ik denk dat het goed is. Neem niet weg dat er altijd ook nog rafelranden aan zitten. Het voorbeeld van de ondernemer die in beeld was in deze uitzending bijvoorbeeld, die valt helemaal buiten de boot. Dus daarover zijn we ook in gesprek. Ja, wat kunnen we daarmee? En wat ook helaas belangrijk wordt, is een plan voor die ondernemers die het niet meer vol gaan houden. Hoeveel zijn dat, denkt u?
dat vind ik heel moeilijk te zeggen hoeveel dat er zijn. Maar het is natuurlijk zo langzamerhand, bijna 2 jaar lang op zich goede steun in Nederland, maar nooit genoeg, nooit 100%. En niet zoveel faillissementen hoor je steeds. Nee, wat mij nu natuurlijk overigens niet, maar het is ook heel moeilijk voor ondernemers om te stoppen. Je hebt heel veel verplichtingen waar je nog aan vast zit, dus het is heel moeilijk. Maar die hebben om intussen wel al een spaargeld opgegeven. Die hebben zeker, dus dat is natuurlijk ook het drama. Dus heel veel privégeld ingegaan. Vermogen van het bedrijf is opgegaan. Maar kan deze lockdown nu dan leiden, of verwacht u die, tot een faillissementsgolf? Die tot nu toe grotendeels is uitgebleven. Verwacht u dat die faillissementsgolf nu dan wel komt? Nou, ik verwacht niet nu meteen acuut. Omdat ook de steun wordt doorgetrokken in het eerste kwartaal. En om vanwege dat punt dat het ook heel moeilijk is om te stoppen. Ja, dat klinkt een beetje gek. Maar als je nog allerlei verplichtingen hebt, contractueel bijvoorbeeld, en je hebt een enorme schuldenberg, dan is het ook heel moeilijk om de keuze te maken, ik stop ermee. En daar moeten ze dus ook echt mee geholpen gaan worden. Dat is zo'n soort plan moet mensen het, zijn ook inmiddels komen. Blijkbaar zo wanhopig dat ze in de Telegraaf stond. Was in de Telegraaf? Ja, een horecagigant. Die stopt er gewoon mee. Ja, er zijn er zeker die stoppen. En ja, daar hadden we het van tevoren even over. Hè? Dat je als ondernemer soms ook denkt, ik stop. Maar je stopt niet, omdat als ik naar mezelf kijk, ik heb altijd wel werk en mijn vrouw ook. We hebben altijd wel werk, maar daar eten 30 mensen van ons, waarvan bijna 20 gezinnen. En die hebben niet een dag later werk. Dus dan voel je een enorme druk om toch door te gaan. Terwijl we zitten dag en nacht bijna te werken, te plannen, schema's te maken, het is niet te doen. Dus wij denken ook wel eens, laten we gewoon lekker mee kappen. En dan hoe lang gaan hou jij dit nog vol? Wat zeg je? Hoe lang hou je dit nog vol? Ja, ik hou dat vol en wij houden het samen vol. We hebben het ook geluk, denk ik, dat we 2 vrouwen zijn, dus dat we de zorgtaken heel goed verdelen. Daar lacht u nu om. Ik hoor ook heel veel vriendinnen van mij, want de meeste van mijn vriendinnen zijn hoog opgeleid, werken hard. Dat ook heel lastig is. Iedere keer maar weer, hoe gaan we dat doen? En dat homeschoolen, ook dat is op een gegeven moment klaar. Dus wij houden elkaar nog in evenwicht en we gaan ook niet stoppen. Maar ik kan me wel voorstellen dat heel veel mensen denken, ja, het is wel klaar nu. Ik bedoel, ik hou het niet meer vol. Nou ja, het is klaar. Het is ook binnenkort klaar met die steunpakketten, mevrouw Thijssen. Nou ja. De minister van Economische Zaken, demissionair, dat is waar Stef Blok heeft gezegd. Ja, we moeten er een keer mee ophouden, want dan is het ook, anders is het ook echt verstorend voor de economie. Ja, ik vind het best bijzonder dat het daar op de dag na de heftigste lockdown weer in een jaar, waarin ondernemers gewoon heel verdrietig zijn, daarover moet gaan. Ja, dat we daar ging het dus wel over. Nou ja, ik vind dat, daar baal ik van, laat ik het zo zeggen. Nee. Dat er daar dan vandaag over moet gaan. Weet je, dat het een keer over moet gaan, dat begrijpt iedereen. Vindt u het ongevoelig? Ik vind het wel, ja, ik vind dat wel ongevoelig, maar net vandaag daarover te gaan beginnen. Vind ik eigenlijk ook een beetje van u, als ik heel eerlijk ben. Waarom? Nou, omdat het is zo heftig voor die ondernemers die het betreft. Nou, ik word er bijna emotioneel van, mag u best weten. Nou ja, daarom snijd ik het ook aan. Want het houdt heel veel ondernemers bezig. Die moeten de deuren sluiten. De emoties zitten bij die mensen ook heel hoog. Ja. Dan is het toch niet raar om daar vandaag over te praten. Nee, maar wel om te beginnen over het moet maar eens afgelopen zijn met die steun. Nee, maar dat zeg ik niet. Dat zegt de minister. Ik citeer de minister. Nee, daarom zeg ik ook van, goh, daar moeten we. Ik vind het echt ongepast om het daar vandaag over te gaan hebben. Iedereen begrijpt dat je een keer die kant op moet. Het is goed dat de steunpakketten nog een kwartaal worden doorgetrokken. En overigens denk ik dat het hele stuk van gaan stoppen met de steun, dan moeten ondernemers wel de tijd hebben om die transitie ook te maken, dus niet abrupt. En het moet wel onderdeel zijn van een totaalplan. Hè? Dus de overheid moet ook leveren. Als de overheid steeds zijn zaakjes niet op orde heeft, dan balen, noemen we boosteren maar weer als voorbeeld, dan zeggen ondernemers ook van ja, verdorie, weet je, zij kunnen daarmee doorgaan en wij moeten daar maar gewoon stoppen. Dus die irritatie is er natuurlijk ook. Dus dan is het een plan voor het geheel. En eigenlijk pleiten we daar al een jaar voor. Maak nou een plan hoe we gaan samenleven met het virus. En dat is er gewoon niet. Ja, u kwam al heel emotioneel binnen hier vandaag. Is dat iets van sinds de persconferentie, dat opgehoopte, opgehoopte emoties binnen er nu uitkomen? Nou, toen ik het hoorde dat het hierover ging gaan, stoppen met steun, dacht ik, ja jongens, moet het daar vandaag over gaan? Ja. Dat het er een keer over moet gaan, oké, maar vandaag, weet je, hoe gevoelig ben je? Heeft u de minister dan een berichtje gestuurd? Hierover? Nee, nog niet. Waarom niet? Dus ik had eerlijk gezegd voor de uitzending, ik had nog niet gehoord dat hij het gezegd zou hebben vandaag. Dus ik had het nog niet gezien. Maar even nog over, want dat is ook iets wat dwars zit bij ondernemers. Het gaat steeds over die 90 miljard, u noemde hem ook. 40 miljard is naar het bedrijfsleven gegaan. Dus om het even in proportie te brengen, daarvan is de helft ongeveer uitstel van belasting betalen. Daarvan is overigens de helft alweer terugbetaald. En de andere helft is loonsteun. Dat is om medewerkers in dienst te houden. Dus dat is niet naar de zakken van die ondernemers gegaan.
Ondernemers die worden getroffen door de nieuwe lockdown moeten ruimhartiger worden geholpen. Dat is het pleidooi van verschillende ondernemersorganisaties. De regelingen die er nu zijn voldoen niet langer, omdat de pandemie veel langer duurt dan gedacht. Zoals voor Boukje Haarsma. Ze vertelde zaterdag al bij ons dat ze geen recht heeft op vergoeding, omdat ze haar zaak aan het verbouwen was tijdens het meetmoment van het kabinet. We hebben ontzettend veel reacties gekregen, dus via Facebook, per mail, sms, WhatsApp. Dus dat is echt hartverwarmend. Dus dat is heel fijn dat er nu eindelijk aandacht voor komt. Toen de lockdown afgelopen zaterdag werd afgekondigd, zag u in onze uitzending hoe horecaondernemer Boukje daarop reageerde. Het werd haar allemaal te veel. We moeten roeien met de riemen die we hebben, maar ja, het houdt wel een keer op. Ja, dat is heel heftig. Ja. Je glimlacht er nog een beetje bij, maar nee. Ik weet ook niet zo goed wat ik moet zeggen, want nee, dat snap ik. Want het is, weet je, dit hangt als een donkere wolk, ja, boven jullie, boven eigenlijk iedere ondernemer die we vandaag ook weer gesproken hebben. Ja. Dit interview kreeg enorm veel aandacht. En al die mensen die meeleven, hoe voelt dat? Ja, dat voelt heel fijn. En ik hoop ook gewoon dat er nu iets gedaan wordt voor de rest van Nederland, want wij zijn niet alleen. Wij zijn nu in de aandacht met ons probleem, maar dit probleem leeft bij veel meer. Een zwaar getroffen ondernemer die niets krijgt. Hoe kan dat nou? In Boukje's geval is het probleem dat ze haar zaak in de brouwerij voor de opening eerst heeft verbouwd. En het meetmoment waarop de financiële coronasteun is gebaseerd valt in die periode. Ze had toen geen inkomsten, dus krijgt ze niets. Het ingewikkelde is, er is gewoon geen ruimte voor maatwerk. Want als je een verhaal hoort, zoals bijvoorbeeld dat verhaal uit Leeuwarden, ja, dan schiet het de tranen in de ogen en iedereen snapt, hier moet wat gebeuren. Maar op een of andere manier zijn we niet in staat om dat gesprek over hoe komt dit nou plaats te laten vinden. Dus ja, het is computer says no. En dan houdt het op. Dat moet anders, vindt MKB Nederland. De financiële steunmaatregelen moeten worden aangepast. Wees nou niet te voorzichtig. Ja, natuurlijk zullen er mensen zijn die onterecht gebruik maken van een regeling. Of hem niet nodig zouden hebben. Misbruik, allemaal bestrijden. Maar dat gaat maar om een klein percentage. En als daardoor groepen met ondernemers die gewoon eerlijk zijn, altijd hard hebben gewerkt en nu klem zitten, als je die niet kunt helpen, dan heb je toch verkeerd aangepakt. Ja, ik weet sowieso dat de 5 ondernemers hier in Leeuwarden ook tussen wal en schip vallen. Dus ja, als het in Leeuwarden al 5 zijn, dan wil ik niet weten wat de rest van Nederland, waar dat voor staat. Ja, ja. Komt veel voor. Ja. En wat vind je daarvan? Ja, ik vind het vreselijk. Hè? De overheid zegt dat ze ruimhartige compensatie verlenen. Dat noem ik niet ruimhartig. Wethouder Abel Reitsma in Leeuwarden vindt het verschrikkelijk wat sommige ondernemers overkomt. Maar heel veel kan hij niet doen. Als je nou zegt financieel, wat kan de gemeente daar doen? Nou, dat is gewoon lastig. Ja, hoe vindt u dat? Want dat lijkt me moeilijk. Mensen zitten in nood en u kunt ze toch niet die hulp geven, die financiële hulp die ze nodig hebben. Nee, dat is soms wat lastig en wat onmachtig. Aan de andere kant moet je ook openstaan voor de realiteit. Dit is het. En dan ga je kijken, wat kan ik wel doen? En wat doet u dan? Je hebt bijvoorbeeld een netwerk in Den Haag. Dus we zorgen dat de Tweede Kamer daarvan op de hoogte is. Maar ook gewoon het kabinet. Ja. En van jongens, ja, alsjeblieft hou daar rekening mee. En kijk naar de mogelijkheden. Wat kunnen we nog wel doen? De oplossing moet dus uit Den Haag komen. Maar ondertussen bieden ook veel gewone Friezen hun hulp aan. We hebben mensen die zich aanbieden als vrijwilliger om iets te doen binnen ons bedrijf. Mensen die leningen aanbieden, van alles. Dus dat is prachtig om te zien. Mensen die willen bestellen bij ons. Waar kunnen we jullie helpen? En we doen het graag. Nou, dit bedrijf ging een paar maanden geleden dan open. En we kwamen hier binnen. En dit is echt wel een pareltje. Het is echt een aanwinst voor de stad. Het is zo mooi verbouwd. Er zat eigenlijk niks in dit pand. Het is met heel veel liefde gerestaureerd. Er is een stuk aangebouwd, er zou live entertainment komen, er is een brouwerij ingemaakt, er is een dak wat open kan. Het is zo'n bijzondere onderneming, iemand die met zoveel lef iets neerzet voor onze stad. Ja, dat kun je alleen maar waarderen. Ja, en dan denkt u, ik moet helpen. Ja. Ik begin een crowdfunding als we het heel moeilijk hebben. Ja, dat was het idee. En gelukkig loopt hij goed. Ja, op hoeveel staat de teller nu? 26.000 euro. Boukje hoopt dat haar bedrijf de lockdown overleeft en dat Den Haag toch nog met financiële steun komt. Ik heb er wel vertrouwen in dat het goed komt, alleen de vraag is wanneer.
Is dat februari, is dat maart of hebben we weer over juni volgend jaar? En juni volgend jaar, dat is nog een hele lange ruk. Te lang misschien. Te lang misschien, ja, dat durf ik niet te zeggen. De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil dat alle ondernemers worden gecompenseerd zolang er beperkingen zijn vanwege het coronavirus.